Fijn dat u kijkt naar dit filmpje dat ik speciaal heb gemaakt over het gebruik en het afbouwen van middelen zoals antidepressiva. We hebben dit filmpje gemaakt omdat er aan de ene kant heel veel aandacht is in de media, in tijdschriften, op de televisie over het gebruik en afbouwen van middelen als antidepressiva. Maar aan de andere kant zien we ook dat er nog heel veel onzekerheid is en gebrek aan kennis bij zowel de patiënt als de dokter die het voorschrijft over hoe je er op een verstandige manier mee kunt stoppen. Ik ben daar zelf achter gekomen omdat ik ook antidepressiva heb gebruikt in een bepaalde periode in mijn leven en dat ook op een goede manier gelukkig heb weten te stoppen. En naar aanleiding daarvan heb gedacht, ik ga anderen daarmee helpen. En sinds 3 jaar ben ik de voorzitter van de Vereniging Afbouwmedicatie. Ik probeer u dus in dit filmpje mee te nemen langs allerlei punten die ermee te maken hebben. En dat doe ik op een zodanige manier dat het straks voor u door middel van een tijdlijn heel makkelijk is om weer bepaalde onderwerpen terug te vinden. Die u nog eens een keer wilt beluisteren of wat u niet helemaal in de eerste keer hebt kunnen volgen. Dan wil ik u nu eerst vertellen over welke medicijnen hebben we het eigenlijk. Het gaat over medicijnen die dus eigenlijk iets met je stemming doen. Het bekendste voorbeeld zijn wel de antidepressiva. Ik noem een paar soorten op. Citalopram, Prozac, Effexor, venlafaxine, paroxetine. Misschien dat u denkt, daar weet ik meer van. Ik ken iemand of ik gebruik het zelf. We hebben het ook over de antipsychotica. Dat is bijvoorbeeld quetiapine, olanzapine. Maar ook over de benzodiazepines, die staan meer bekend als de slaap- en kalmeringsmiddelen. Oxazepam, diazepam, ook wel bekend onder Valium. Antiepileptica, carbamazepine bijvoorbeeld. Maar ook over de opioïden, waar je de laatste tijd veel over hoort, waar mensen ook moeilijk van af kunnen komen. In principe hebben al die medicatie met elkaar gemeen, dat als je er eenmaal mee start en het gaat werken, en je wil ervan afkomen dat dat best wel lastig kan zijn, omdat de fabrikanten hebben bepaalde doseringen in de markt gezet die je dus bij je eigen apotheker gewoon kan krijgen op recept. Ze weten eigenlijk vrijwel allemaal dat het moeilijk is om met die doseringen ook af te bouwen, maar het is niet economisch interessant voor ze om die kleine doseringen ook werkelijk te gaan maken. En dat is dus een van de grootste struikelblokken met het afbouwen van deze middelen. Dus dat hebben ze eigenlijk allemaal met elkaar gemeen. Dan is er dus een moment geweest in uw leven dat u begon met deze medicatie. Dat is vaak niet omdat u eventjes in een dipje zat of even een dingetje had wat niet 1, 2, 3 op te lossen was. Daar gaat meestal een heel verhaal aan vooraf van tobben, zelf proberen op te lossen. In het geval van antidepressiva. Is dat toch echt wel iets waar mensen niet 1, 2, 3 toe overgaan. Maar dat moment is er dan dus wel gekomen. En hopelijk hebt u er ook baat bij gehad. Voelt u ook inderdaad dat u dan meer in staat bent om uw leven weer op te pakken. Er zitten zoals met alle geneesmiddelen ook bijwerkingen aan. En in het geval van de antidepressiva wordt veel gezegd van ik voel eigenlijk niet meer zo goed. Ik heb het idee dat de dingen niet meer zo goed tot me doordringen. Dat dingen me ook minder kunnen schelen. Vroeger kon ik me druk maken om zaken. En die betrokkenheid die is natuurlijk eigenlijk wel belangrijk om goede relaties met mensen op te bouwen en ook te behouden. Helemaal rondlopen als, zoals ze vaak mensen noemen, als een zombie, dat vindt eigenlijk niemand fijn. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor mensen die antidepressiva gebruiken om op een gegeven moment, als ze zich beter voelen, toch met de dokter in gesprek te willen gaan van hoe kom ik hier eigenlijk weer van af? Want ik vind dat vlakke gevoel toch wel een sta in de weg ook. In het weer oppakken van mijn leven voordat ik in die donkere periode terecht kwam. Dus dat is een reden om bij de dokter langs te gaan om het ter sprake te brengen. Een andere reden is die vooral bij jongere mensen, bij jongere vrouwen voorkomt, is dat ze een zwangerschap graag zouden willen en weten dat het beter is waarschijnlijk voor het ongeboren kind om dan niet die antidepressiva door te blijven gebruiken. Als je heel erg depressief bent, kan het natuurlijk best zo zijn dat je besluit om dat toch te doen, dat het dan beter is juist om door te gaan, maar
Een hele grote groep vrouwen kiest er toch voor om zonder medicatie aan een zwangerschap te beginnen. Dat is dus een tweede belangrijke reden. En een derde reden die treedt eigenlijk meer op bij de ouder wordende mensen, is dat al die middelen en ook antidepressiva, die zorgen er eigenlijk voor dat je bloeddruk wat lager wordt. En dat heeft tot gevolg dat er mensen gaan vallen en hun heup breken. En dat is bij antidepressiva echt wel een groot risico. Dus ook in de ouderenzorg zie je dat mensen aanbevolen krijgen om toch te minderen of te stoppen met die middelen. U zult zich misschien afvragen waarom ik speciale aandacht wil besteden aan het afbouwen van antidepressiva en andere middelen die ik genoemd heb. Dat heeft te maken met het risico op zogenaamde onttrekkingsverschijnselen tijdens het afbouwen. Wat is nou onttrekkingsverschijnselen? Heel veel mensen noemen het afkicken. Het heeft er wel iets mee te maken. Onttrekkingsverschijnselen zijn eigenlijk de klachten die je krijgt omdat je lichaam, je hoofd, gewend is aan bepaalde medicatie. Dingen er daardoor veranderd zijn in je hoofd. En als je dat gaat afbouwen en stoppen, dan moet je lichaam en je hoofd er weer aan wennen om zonder die stof te kunnen functioneren. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Onttrekkingsklachten kunnen heel divers zijn. Het kan een gevoel zijn van dat je griep krijgt, hoofdpijn, misselijk, diarree, trillingen. Brain zaps zijn heel veel voorkomend onttrekkingsverschijnselen. Dat is alsof je hoofd eigenlijk kortdurend onder stroom komt te staan. Dat is natuurlijk een hele beangstigende ervaring als je niet weet dat het daar vandaan komt. Het is ook echt specifiek voor afbouw van antidepressiva. Sommige mensen worden agressief, voelen dat ze een kort lontje hebben. Zelfs mensen die op een gegeven moment zich zo radeloos voelen door dat afbouwen, dat ze er een eind aan maken, dus dat ze suïcidaal worden. Dat is natuurlijk heel ernstig. Dat zeg ik niet om u bang te maken, maar wel in de overtuiging dat als je dat weet, dat het zou kunnen gebeuren, dan weet je ook dat het tijdelijk is. En dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Als u eens een keer een dosis gemist heeft, bijvoorbeeld omdat u op vakantie vergeten was uw pillen mee te nemen, dan weet u wat dat met u doet. Op een of andere manier is het ook wel lastig om dan te ervaren dat waar je eerst zo'n profijt van hebt gehad van die tabletten, om dan te zien dat je er eigenlijk niet zonder kunt. Heel veel mensen nemen de woorden in de mond van het moet eerst maar eens uit mijn bloed zijn. Maar het gekke met dit soort pillen is juist van hoe meer het lichaam het kwijtraakt, hoe meer klachten je krijgt. Dus niet zoals bijvoorbeeld als je een medicatie neemt waar je overgevoelig voor bent, dat zodra je het gaat stoppen, dat je je dan beter gaat voelen. Nee, met deze middelen is het juist van als je het probeert kwijt te raken, word je eerst zieker. Althans, dat zou kunnen. Om dat nou te voorkomen, is het nodig om het heel langzaam af te bouwen. En dan met name voor de laatste stappen is dat heel belangrijk, omdat je hoofd in eerste instantie op de dosisvermindering niet zo heel sterk reageert, maar juist de laatste loodjes wegen het zwaarst, het afbouwen. En dat heeft heel erg te maken met de werking van de receptoren in je hoofd. Het is een ingewikkeld verhaal, maar mensen die ooit eens een keer hebben geprobeerd af te bouwen, die zullen dit verhaal meteen herkennen. Inderdaad, het laatste stukje is het zwaarst. Bij uw eigen apotheker kunt u bepaalde doseringen wel laten maken, maar die hele kleine doseringen die zijn eigenlijk alleen maar verkrijgbaar in de vorm van taperingstrips. Een nadeel daarvan is dat ze nog maar door één zorgverzekeraar worden vergoed. Maar wij hopen dat dat in de toekomst gaat veranderen. Dus dat het ook makkelijker wordt om te besluiten om deze middelen af te gaan bouwen. Welke mogelijkheden heb je eigenlijk als je besluit om af te gaan bouwen? De mogelijkheden kun je eigenlijk splitsen in drie soorten. Eén is eigenlijk, je gebruikt gewoon de laagst geregistreerde dosering. Een beetje een moeilijke term. Maar bijvoorbeeld van paroxetine, de laagste dosering die je daarvan bij je eigen apotheker kan krijgen, dat is 10 milligram. Dus dan zou je van 10 milligram over moeten stappen naar 0. Dus gebruik je bijvoorbeeld 40 milligram paroxetine, dan ga je eerst stapsgewijs terug naar die 10 milligram. En als je die zonder al te veel kleerscheuren, zeg maar klachten, kan bereiken, dan kun je proberen om in één stap naar 0 te komen.
Als dat niet lukt, dan kun je overwegen om je apotheker, je eigen apotheker, te vragen om bepaalde kleinere doseringen voor jou te maken of te bestellen. En dat kan ook in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld al pilletjes van 0,5 milligram paroxetine, om daar maar even bij dat voorbeeld te blijven. Dus dat is een mogelijkheid. De praktijk leert dat er best toch wel een grote groep is die ook aan die 0,5 milligram niet genoeg heeft. Eigenlijk is die dosering nog steeds te hoog voor die mensen om van 0,5 naar 0 milligram te stappen. En die hebben dus nog kleinere doseringen nodig, bijvoorbeeld 0,1 milligram. Dat klinkt natuurlijk ontzettend weinig, maar zoals ik net ook al vertelde in het vorige stukje, is vooral dat laatste stuk van afbouwen heel moeilijk voor sommige mensen. En dan gaat het er echt om van, red ik dat tot de 0 milligram? Nu is er een apotheker in Brabant die heeft op verzoek van zorgverleners taperingstrips gemaakt. Dat zijn eigenlijk mensen die in de zorg werken, die kennen ze wel, de Baxterrollen, voor iedere dag een apart zakje. Hij levert dat dan in eenheden van 28 zakjes, dus eigenlijk voor 4 weken. En precies het schema wat uw dokter samen met u besloten heeft voor de afbouw. Moet je dat dan ook echt zo blijven slikken zoals dat in die zakjes zit? Nee, het kan. Ieder moment kan het aangepast worden. Krijgt u bijvoorbeeld klachten om bij paroxetine te blijven bij 2 milligram, dan kan dat gewoon een paar weken gecontinueerd worden. Dus dan blijft u gewoon 2 milligram slikken totdat de klachten weer verdwenen zijn en dan zet u de volgende stap in het afbouwproces. We gaan nog even terug naar het moment waarop u bij de dokter komt met het idee van ik ga eens overleggen of mijn pillen misschien wel kan afbouwen en stoppen. Waar moet je dan eigenlijk op letten als patiënt en ook als dokter? In de eerste plaats is dat, kan ik eigenlijk wel gaan afbouwen? Is dit wel het juiste moment? Zijn de klachten waarvoor ik die pillen heb gekregen eigenlijk wel voldoende verdwenen? Zie ik het weer zitten om die nieuwe uitdaging aan te gaan van die pillen weer te stoppen? Heeft ook veel te maken natuurlijk met de timing. Zit je net in een verhuizing of ben je gescheiden of is er iets anders in je leven aan de hand? Dan is dat niet het juiste moment om dan ook nog het zware afbouwen ook erbij te nemen. Dus dan is het algemene advies, stel dat uit tot je wat in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen bent. Dat houdt niet automatisch in dat als je, stel dat je besluit om af te bouwen en er gebeurt iets, kun je niet altijd voorzien in je leven, dat je dat dan moet beschouwen als een mislukte afbouwpoging. Want je kunt er ook toe besluiten, als er wat spannends aan de hand is, om voorlopig even die dosering door te blijven slikken waar je naartoe afgebouwd hebt. En dat even vol te houden tot het weer wat beter met je gaat. En dan kun je verder gaan met afbouwen. Iedere stap is er eentje. Als je kans ziet om van 20 milligram paroxetine, wat je misschien wel jaren hebt gebruikt, naar 10 milligram te gaan in een paar maanden, is dat natuurlijk een hele prestatie, is het verkeerde woord. Maar het is een hele onderneming geweest en daar mag je dan ook best trots op zijn. Lukt dat niet, dan is dat ook geen falen. Dan kun je misschien wachten tot het wat beter met je gaat en het opnieuw proberen. Het is heel belangrijk om niet je zelfvertrouwen daarbij te verliezen. Het zijn gewoon heftige medicijnen. Ze doen ontzettend veel goeds soms voor je hoofd, maar je merkt ook de andere kant van de zaak als je er weer vanaf probeert te komen. Het is echt geen falen als je op een gegeven moment zegt van ik kan dit even niet meer en ik moet even pas op de plaats maken. Wat je verder nog moet weten is dat dokters weinig ervaring nog hebben met het hele afbouwverhaal. Het voorschrijven gaat vrij makkelijk, ook niet, maar in ieder geval een stuk makkelijker dan het afbouwen. Als je bij de dokter komt om te bespreken hoe je wilt gaan afbouwen, is het verstandig om ook alvast door te nemen wat je gaat doen als er problemen ontstaan tijdens dat afbouwen. Onze ervaring is dat de eerste stappen meestal nog wel vrij makkelijk gaan, wat ik ook al eerder vertelde, van een hoger naar een iets lagere dosering, dat gaat meestal zonder problemen. Kom je wat meer richting de nul, dan kan dat dus moeilijker gaan worden. Doorgaan met afbouwen terwijl je klachten ondervindt is niet verstandig, want het wordt er niet vanzelf beter op. Het is niet een kwestie van laat ik maar eens even doorzetten, want dan ben ik er van af. Nee, doe dat beslist niet,
Want we zien echt in de praktijk veel mensen die toch te snel hebben afgebouwd en daardoor een groter risico hebben om langdurig klachten te blijven houden. Dus volg je eigen ritme en dat is dus voor iedereen anders. Maar de dokter moet dat wel weten, hoe het met jou gaat. Dus om dat nou een beetje te vergemakkelijken, is het handig om met de dokter af te spreken. Kan ik u bellen, telefonisch consult, als het niet goed met me gaat, zodat we even snel kunnen bespreken wat de beste volgende stap is voor mij. Als je moet wachten tot je over 3 dagen terecht kan op zijn eigen spreekuur, is dat eigenlijk al te lang. Want al die dagen blijven die klachten toenemen en wordt het een steeds groter bezwaar eigenlijk om dan door te zetten. Dus regel meteen, als u het afbouwen gaat bespreken, dat u op een makkelijke manier met de dokter in overleg kan gaan. Wat kan die dokter dan doen als die u aan de telefoon krijgt? Die hoort dan dat u klachten hebt bij bijvoorbeeld, wat ik al eerder zei, 2 milligram paroxetine. Dan kan die met u besluiten om, zoals wij dat noemen, te stabiliseren. Dus meestal zo'n 4 weken dezelfde dosering te blijven slikken en te kijken of die klachten weggaan. Dat is meestal ook zo. Waren die klachten al eigenlijk iets eerder aan de hand, dus voor die 2 milligram, dan kun je bijvoorbeeld besluiten om een klein stapje hoger te gaan zitten, 3 milligram in dit geval, en dat ook een aantal weken vol te houden totdat je weer stabiel genoeg bent om de volgende stap te zetten. Dus er zijn echt mogelijkheden. De valkuil die heel vaak optreedt is dat men denkt, ik krijg klachten, oh jee, ik krijg weer een depressie. Dat is eigenlijk bijna nooit het geval tijdens het afbouwen. Hou dat goed in gedachten. Het zal wel heel toevallig zijn, omdat u de medicijnen gaat minderen, dat u opeens weer depressief wordt. Zo werkt het eigenlijk niet. Het is bijna altijd een probleem van de onttrekking. Dus van de klachten krijgen. Hè? De slapeloosheid, de trillingen, de spanning, de agressie. Al die subtiele of minder subtiele dingen die u aan uzelf opmerkt of die uw omgeving aan u opmerkt. Dus hou dat goed in gedachten. Het is meestal een onttrekkingsprobleem en daar is echt wat aan te doen, met veel geduld. Een speciale vermelding is nog wel veel dokters, ook omdat ze niet goed weten hoe ze met die klachten die op kunnen treden om kunnen gaan, grijpen naar een recept voor een benzodiazepine. Dus een middel als oxazepam, diazepam, lorazepam. Heel begrijpelijk, maar eigenlijk niet zo verstandig. Kijk, het is natuurlijk zo, als je bijna geen oog meer dicht doet en iedere avond en nacht naar het plafond ligt te staren, dan moet er wel iets gebeuren. Dat hou je niet lang vol. Dus dan is het wel verstandig om kortdurend een benzodiazepine of een, wat ze noemen, een Z-drug, Zoplicon, Zolpidem, tijdelijk te gebruiken om die situatie draagbaarder te maken. Maar gaat het erom om langer gebruik om bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen te onderdrukken, dan is dat niet aan te raden. Waarom niet? Die onttrekkingsverschijnselen die geven eigenlijk aan het tempo waarin het lichaam zich aan het terug aanpassen is aan een nieuwe situatie, aan de vorige situatie. Dus als je dat gaat onderdrukken met een ander middel, dan kun je eigenlijk niet meer goed in de gaten houden hoe ver je ermee bent. Dus eigenlijk neem je een belangrijke marker van het ontwenningsproces onder druk je. En dat is niet verstandig op de lange termijn. Kortdurend, met slaapproblemen en dergelijke, is dus niet zo'n bezwaar. Maar langdurend wordt het eigenlijk afgeraden. Dan nog iets over begeleiding. Er wordt door veel mensen gezegd, met afbouwen is eigenlijk de begeleiding het belangrijkste. Het is wel belangrijk, maar volgens ons niet het belangrijkste. Vergelijk het met als je geopereerd bent aan je benen en je moet weer uit bed komen om te leren lopen. En ze zeggen tegen jou van, oké, de begeleiding is het belangrijkste. Hier heb je een paar krukken. Het is de verkeerde maat, maar probeer het er maar mee, want de begeleiding is het belangrijkste. Nou, zo moet je het eigenlijk ook zien met de pillen. Als je niet de juiste doseringen krijgt om langzaam af te bouwen, is dat eigenlijk eenzelfde soort situatie. Dan ben je dus met de verkeerde maat bezig. En dan kun je nog zo goed begeleid worden door een dokter of in het geval van die krukken door een fysiotherapeut. Maar dan kom je er niet verder mee. Dus begeleiding is belangrijk, maar volgens ons niet het belangrijkste.
Dan tot slot nog even waar u de informatie kunt vinden over dit onderwerp. Officieel is er eigenlijk niet zoveel informatie, maar als je even zit te googelen op internet, dan zie je dat er wereldwijd enorm veel websites geopend zijn, soms al jaren. Het eerste wetenschappelijke onderzoek naar zo'n website is ook al geweest. En het blijkt dat de ervaringen van de patiënten eigenlijk toch de beste bijdrage zijn om verder te komen. Je moet het echt zelf meegemaakt hebben, zelf gevoeld hebben, zelf geweten hebben waar het misging om hier goed mensen in te kunnen helpen. Dus ik denk dat we daar heel veel aan gaan hebben, ook in de toekomst. Verder kun je natuurlijk kijken op onze website van de vereniging, die ook later in beeld zal komen. En er zijn nog meer websites in Nederland, ook besloten Facebookgroepen zijn er, speciaal voor mensen die aan het afbouwen zijn of die anderen willen helpen om zo goed mogelijk te kunnen afbouwen.